Welkom, ik ben Mirjam Jager, ik ben werkzaam voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Naast mij staat Michelle Vezemaier. Zij doet samen met mij deze presentatie als moderator. En zij zal ook de vragen vanuit de chat ophalen, zodat ik die kan beantwoorden of daar iets over kan zeggen. Ik ben projectleider vanuit de Citydeal Kennismaak vanuit de Hogeschool. En dat doe ik voor de stad Arnhem en Nijmegen. En ik wil jullie graag meenemen in een presentatie over hoe wij die Citydeal Kennismaken vormgeven. Hoe we dat doen in Arnhem en hoe we dat doen in Nijmegen. Ik wil jullie ook wat vragen stellen, zodat jullie kunnen meedenken, meedoen. En tenslotte wil ik twee filmpjes ook laten zien om ook wat beeld en geluid te krijgen bij wat wij doen voor de Citydeal Kennismaken. Nou, waar gaat het over bij de Citydeal kennismaken? Over kennismaken. En dan gaat het over wie ben jij, wat is jouw verhaal? Maar ook hoe kunnen we samen, door kennis te maken, meer kennis maken? En dat doen we in Nijmegen en waar het ooit begon, dat is waar we nu staan, in de honig. De honigfabriek stopte met fabriek te zijn. En wij met een aantal mensen dachten, dit is een hele toffe plek. De gemeente wilde het herbestemmen. En hier kwamen ondernemers, creatieven naartoe om hier deze plek anders vorm te geven. Nou, wat deden we hier? We dachten vanuit de hogeschool, ja, hier moeten we bij zijn. En wat we gingen doen, was letterlijk soep uitdelen. Hallo, we hebben nog soep over. En we gingen naar de bewoners toe, hier in de wijk, die natuurlijk met leden ogen toekeken hoe hun fabriek, de fabriek hier in de wijk, ineens door mensen met bakfietsen en andere hipsters werd bevolkt. Wat we deden was echt met elkaar de verbinding aangaan met die wijk en de vraagstukken die hier speelden ophalen. En dat gebruiken als lesmateriaal voor de studenten. We deden dat onder de noemer van de Allesbinder. Een living lab waarbij we met elkaar, met bewoners, studenten, professionals en docenten samenwerkten om de vraagstukken van de stad of van die wijk met name in eerste instantie op te halen. En dan hadden we het over vraagstukken over hoe ga je om met de groenvoorziening in de wijk. Hoe doen we dat nou? Nou, die honigfabriek helemaal geen honigfabriek meer is, maar waar ineens allerlei kunstenaars zitten of sociaal ondernemers. En hoe kunnen we toch de sociale cohesie in die wijk, hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren? Dat is wat we met elkaar deden. En dat was eigenlijk een eerste Living Lab hier in Nijmegen. Maar gelukkig hebben we nu de Citydeal kennismaken. En de Citydeal kennismaken doet eigenlijk vergelijkbaar iets. Want wat we doen, en dat zijn de doelen ook van de Citydeal kennismaken, is het versterken van de kennisverbinding met de stad. Dus de kennisinstellingen van de stad samen met het stadsbestuur proberen de opgave van de stad met elkaar te verbinden, zodat je bijdrage kan leveren aan die opgave. En dat is een rijke leeromgeving voor studenten. Waarom is dat rijk? Omdat je met echte casuïstiek te maken hebt. Je hebt met vraagstukken te maken die ertoe doen. Vraagstukken met echte burgers, vraagstukken van professionals om met elkaar een bijdrage te leveren aan die grotere maatschappelijke opgaven. Nou, die opgaven die zijn natuurlijk evident. Er zijn vraagstukken waar we niet zomaar een oplossing voor hebben. We doen nu een klein voorproefje met de coronacrisis, maar we hebben natuurlijk nog een aantal vraagstukken, grote vraagstukken voor de boeg. Nou heb ik eigenlijk een vraag aan jullie en ik zou graag willen dat je een antwoord daarop geeft in de chat. Want jullie zijn alle met de stad bezig. En de eerste vraag die ik aan jullie wil stellen is, wat zou jij vanuit jouw perspectief, welke vraagstukken zou jij nou versnelling in willen? Als je bedenkt dat je dat met elkaar kan doen, dat je gebruik maakt van de kennis en kunde die er bij de kennisinstellingen is, hoe zou je dat met elkaar kunnen vormgeven en welk vraagstuk zou jij dan een versnelling op willen? Dat mag je nu, daar mag je nu vorm aan geven in de chat. En dan zal Michelle die vragen ophalen. En dan zal ik ondertussen zo wat vertellen over hoe wij dat in Arnhem en Nijmegen doen.
Nou, er zit best wel veel vertraging in, dus volgens mij kun je al wel wat vertellen. Oké, dan zal ik dat doen. Wat we doen in Arnhem en in Nijmegen is de lokale agenda, de agenda van de stad, als uitgangspunt nemen. Dus een vraagstuk, de vraagstukken die wij ophalen zijn de vraagstukken die in... De vraagstukken die we ophalen zijn in samenhang met de lokale agenda. Bijvoorbeeld in Arnhem gaat het over duurzaamheid en kansengelijkheid. En in Nijmegen volgen we het coalitieakkoord. Dan denken we bijvoorbeeld aan de schone stad, de sociale stad. Dat zijn de vragen die we... Dat is de overkoepelende agenda. Ik merk dat mijn ding... excuus uit mijn... en wat we doen is het helemaal afpellen tot een vraagstuk waar studenten mee aan de gang kunnen. Heel erg actueel nu is dat we in beide steden bezig gaan met eenzaamheid onder studenten. Met het wegvallen van de colleges, bijbaantjes, merken we dat veel studenten het best heel lastig hebben. Nou, in beide steden gaan we daar nu mee aan de gang. Dat is een vraagstuk als je het hebt over bijvoorbeeld participatie. Hè, de sociale stad, dat is een thema die we dan helemaal uitkleden voor een thema waar studenten mee aan de slag kunnen gaan. Maar überhaupt eenzaamheid is een vraagstuk waar we mee aan de gang gaan. Is er al iets binnen, Michelle? Nou, toevallig de eerste, Gerben, die zegt vereenzaming onder ouderen, het vergrijzingsvraagstuk. En Hans die zegt, hoe leren we uit de vele contacten met onze bewoners en stakeholders, zodat we daaruit lessen kunnen trekken stadsbreed? Mm-hmm. Heel mooi. Nou ja, wat wij doen, en dat is denk ik ook wat we willen, is juist dat we die vraagstukken met elkaar gaan oppakken en zorgen dat we elkaar dus weten te vinden. En wat we doen met de City Deal kennis maken, is eigenlijk die olifantenpaadjes creëren waar we met elkaar om zo'n vraagstuk heen gaan staan. En zorgen dat we met elkaar ook daar betekenisvol in kunnen zijn. Dat je met elkaar ook impact creëert. Dat doen we bijvoorbeeld heel concreet door ontbijtsessies te organiseren. In Lindeholt, de wijk Lindeholt, hier in Nijmegen, gaan we met de mensen die bezig zijn met een vraagstuk. In dit geval gaat het inderdaad over welzijn van ouderen. Gaan we met elkaar een sessie organiseren. En daar zitten dan studenten van het HBO, MBO, met de professionals in de wijk. Vanuit bijvoorbeeld maatschappelijk werk, of Bindkracht 10. Ik moet iets rustig praten. Zitten bij elkaar om met dat vraagstuk aan de gang te gaan. Dus dat is hoe we het nu doen. Zijn er nog meer? Verbetering groen, biodiversiteit en energietransitie. Ja. En daar, even kijken, iemand zei daar nog iets over. Dat kan ik niet meer vinden. Nieuwe woonvormen in de stad, ja. Wonen in de toekomst. Ja. Verbinding in de wijk, sociale cohesie. En dit is wel een hele specifieke, wel een mooie. Hoe kunnen we de behoefte aan professionele jeugdhulp verminderen? Waarom de City Deal kennis maken, en dat hoor je ook als je deze vraagstukken hoort, waarom het evident is dat het zo ontzettend belangrijk is, omdat de vraagstukken juist zo multidisciplinair van aard zijn. Daarom is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden en dus ook die jonge professionals opleiden tot mensen die breder kijken dan alleen hun vakkennis. Dus door hun persoonlijke vaardigheden en mee te denken over de maatschappelijke context, creëer je professionals die anders kijken. En dat is een van de kernwaarden ook van de City Deal kennismaken. Dat je de stad als campus ziet. Dus dat je met elkaar vorm geeft aan die vraagstukken. En dus jongeren nu al meeneemt in anders te kijken. Dus naast die vakkennis ook die bredere kennis. En die vraagstukken die net in de chat verschenen. Dat is ook precies
hoe we willen kijken. Dus dat je veel meer met professionals in samenhang met elkaar kijkt naar de stad. Dat versterken van die kennisindeling, dat is de volgende sheet. Dat is niet zo eenvoudig. En waar we dus ook heel erg mee bezig zijn, is in die verbinding met elkaar proberen om, zoals ik net zei, die olifantenpaadjes te creëren, waarbij we ook die impact kunnen laten zien en ook die impact kunnen creëren. Het gaat erom dat je met elkaar een netwerk creëert, waarbij de kennis van de kennisinstellingen terugvloeit naar de stad en omgekeerd. Als ik dat nu aan jullie vraag. Op welke manier zou jij meer verbinding willen met de kennisinstellingen? Heb je daar een idee bij? En welke kansen zie je in die kennisverbinding? Ja, ik wacht even. Vertraging in. Ja, maar het is denk ik goed als ik even wacht. Ja, er zit nog wel een goede vraag in, maar misschien moet ik die even voor het laat het einde parkeren. Ja, maar je mag de vraag wel vast stellen, dan kan ik er vast over. Frederik die zegt, hoe kunnen we toch vaak abstracte vraagstukken en termen heel concreet maken? Mm-hmm. Experimenten starten met bijvoorbeeld, nu schiet hij weg, met bijvoorbeeld innovatieve oplossingen. Kijken jullie daar ook naar? Ja, dat is een mooie vraag. Daar kom ik zo, bij de volgende sheet kom ik erop, maar dat is inderdaad een goede vraag. Ja. Even kijken, er komen wat dingen binnen. Saskia die zegt, is samenwerking middelbare scholen ook kansrijk? En Hans die zegt, structurele afspraken met de kennisinstituten in je stad en regio. Prachtig, ja. Zeker. Nou ja, wat natuurlijk de uitdaging is, om eerst even over die de infrastructuur die wij nu vanuit de hogeschool hebben, is een infrastructuur van labs en werkplaatsen. Dat zijn fysiek aanwezige, dat zijn plekken waar je fysiek aanwezig bent. Zoals die allesbinder waren wij fysiek aanwezig hier in de Honig. En dat maakte ook dat we zichtbaar waren voor bewoners, voor professionals. En die bewoners en professionals die kwamen ook naar ons toe en die zeiden, hey, en dat is denk ik de vraag die net kwam van hoe vertaal je nou die concrete vraagstukken naar een thema waar je mee aan de slag kan. Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar vraagstukken hier in deze omgeving speelde dat in een Nijmegen-West. Hoe kunnen we nou iets doen ten aanzien van meer groen in de wijk? Dan kan je dus gaan samenwerken met de bewoners en studenten en ga je dus met elkaar aan de slag om bijvoorbeeld tuintjes te creëren of de boomspiegels groener te maken. Dat is een manier waarop je dat met elkaar kan doen. Dus dan een wat hoogover thema probeer je heel concreet vorm te geven. Vervolgens kun je daar natuurlijk ook nog een onderzoek aan koppelen. Van goh, wat doet dat nou met de omgeving dat je het zo organiseert? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de wijkgerichte energietransitie. In Arnhem zijn we daarmee bezig. En waar zijn we heel nadrukkelijk bezig om het sociaal domein ook te koppelen aan die grote vraagstukken die om die wijkgerichte energietransitie heen gesteld kunnen worden. In de wijk Elderveld Noord gaan we waarschijnlijk aan de slag om naast de fysieke aspecten van die wijkgerichte energietransitie ook bezig te gaan met die sociale component. Wat doet het nou met bewoners? Dus in die verbinding, dat domein overstijgend met elkaar aan de slag te gaan. En dat aan de slag te gaan betekent daadwerkelijk dat je met studenten van mbo, hbo en wo zo'n vraagstuk ontleedt. Maar ieder ook vanuit zijn eigen expertise een inbreng heeft op dat vraagstuk. Een voorbeeld was dat we samenwerkten met studenten van het hbo en met een student van het mbo. En er moest een omgevinganalyse van de wijk gemaakt worden, een sociale kaart. Dit speelde in Arnhem. En de tweedejaars van het hbo zeiden, geen idee, want die studeerden logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, voeding en diëtetiek en ze hadden geen idee hoe dat moest. Toen zei de vierdejaars sociaal werk, een mbo'er, zei, ja, weten jullie dat niet? En wat hij vervolgens deed, was de week erop
uitleggen hoe je dat doet, een sociale kaart. Dus in die kruisbestuiving van elkaar, hij groeide, want hij kon als mbo'er echt een ongelofelijke bijdrage leveren. Want hij vertelde iets aan die jongeren, die studenten tweedejaars hbo, waar ze geen idee van hadden. En in die samenwerking, in die kruisbestuiving, zie je dat je er beide van groeit. En dat is iets wat belangrijk is, omdat we meervoudig moeten kijken naar die vraagstukken. Dus dat meervoudig perspectief is iets wat je jong professionals mee wil geven, omdat we daar een noodzaak in hebben. En dat komt bij die rijke leeromgeving. Die rijke leeromgeving is dus kijken naar echte vraagstukken. Dat is belangrijk om met elkaar die verkenning te doen in die stad. Als jij denkt aan een rijke leeromgeving en je zou daar in verbinding iets over kunnen zeggen, wat zou dat voor jou zijn, een rijke leeromgeving? Dat is een vraag aan jullie en ik zou het fijn vinden als jullie daar een antwoord op geven in de chat. Ik heb hier nog ook wel twee leuke reacties. Je had het net al over de energietransitie, maar Wim die zegt ook, die zou graag databanken willen om kennis over de energietransitie met buurtbewoners te kunnen delen. Geweldig, ja. En Kim zegt, door kennisinstellingen in de wijk plaats te laten vinden. Denk juist ook het bereiken van basisscholen. Ja, dat gebeurt ook. Bijvoorbeeld in Arnhem zitten wij in het Spijkerkwartier. Daar zitten we in een lab ook. En daar zijn docenten, wij noemen dat wijkdocenten. En die werken daar ook met de vraagstukken van die wijk. En een van die vraagstukken is ook... daar vinden ook de studenten... Daar doen ook de studenten werken samen met de basisscholen in die wijk. Dus dat is ook wel iets wat echt ook kan. En in Nijmegen-Noord hier zijn we met een vraagstuk bezig. En dat heet, dat gaat over kind in verbinding. En waar het over gaat is dat door de versnippering in de jeugdzorg hebben we vaak het kind niet helemaal in beeld. En juist door in samenhang met studenten van het mbo, hbo en wo, en dat zie je zo ook iets over in het filmpje, samen te werken aan dat vraagstuk van hey, hoe hebben we dat kind nou eigenlijk in beeld? En wat kunnen we daarin van elkaar leren? En hoe is dat nou eigenlijk in deze context? Dus dat is een manier waarop we dan met elkaar werken. En komen die studenten elkaar ook al tegen? Wat het ongelooflijk veel makkelijker maakt om later ook elkaar te weten te vinden en weten wat die verschillende professies inhoudt. Zodat waar het over gaat, is natuurlijk dat kind. Dat je dat beter in beeld hebt. Ik heb één reactie voor de rijke leeromgeving. Wim die zegt samen experimenteren en ervaringen delen. Oh, en Sigrid zegt ook leren en samenwerken in de praktijk. Mooi. Ja, nou dat is het aangaan van elkaar, met elkaar om te vinden naar oplossingen. Dat is wat je eigenlijk doet als je bezig bent met rijke leeromgevingen. Maar ook juist samen met de professionals en de bewoners. Vanuit het idee dat we het met elkaar zullen moeten doen. Omdat we het alleen niet kunnen. De vraagstukken zijn zo complex dat we elkaar nodig hebben om oplossingen te vinden. Ik wil nu iets laten zien over Arnhem. De meerwaarde voor mij dat ik met andere opleidingen werk is ook wel dat alle studenten hier de mogelijkheid krijgen om van elkaar te leren. Als jullie vragen hebben dat je mij of Denise iets vraagt of als wij vragen hebben aan jullie. Ik vind het fijn om van ook de anderen te leren. Ik ben eerstejaars dus ik heb nog niet echt heel veel ervaring dus ik kan er wel heel veel van leren van de rest. Als je mij vraagt wat de meerwaarde van de wijk is, dat hier interprofessioneel door studenten samengewerkt wordt. Niet alleen door studenten, maar ook vooral samen met de professionals en de wijkbewoners. Is dat vraagstukken uit de wijk op deze manier echt vanuit allerlei verschillende invalshoeken bekeken worden. En er dus ook vanuit allerlei verschillende invalshoeken nagedacht wordt over wat oplossingen kunnen zijn binnen dat vraagstuk. Klaarmaken voor veel meer voor die verbindingen. Dus dat doen we enerzijds formeel, maar anderzijds ook echt in het samen doen.
elkaar vinden op de inhoud en zo een bijdrage leveren aan Arnhem. Doordat ik ook met andere studenten werk, niet zozeer van docent beeldend, maar ook van de HAN. Het is een hele andere manier van denken. Want als we met elkaar in gesprek zijn en we komen op onderwerpen, dan denk ik gauw, ja, hier zou ik mee aan de gang kunnen. Terwijl iemand anders zou zeggen dat ze dan even niet weet wat ze moet met al die informatie. Dus een manier van denken en verwerken van alle informatie is zo anders. En natuurlijk, we werken aan een project. Maar dat project is er uiteindelijk voor de mensen in de wijk. En we hopen daarmee gewoon echt iets te kunnen bereiken. We hebben in Arnhem en in Nijmegen eigenlijk twee verschillende aanpakken. In Arnhem kiezen wij voor de kleur van kunst, omdat daar de opleiding Artes ook aanwezig is. En we proberen juist ook de kunst als smeermiddel te laten zijn voor die maatschappelijke vraagstukken. Dus hoe kun je op een kunstzinnige manier en ook door middel van gebruik te maken van de kunstenaars in de stad, op die manier een bijdrage te leveren aan die maatschappelijke vraagstukken. In Nijmegen hebben we een wat rustige aanpak, zou je kunnen zeggen. En zijn we veel meer bezig om dat netwerk te creëren, waarbij we ons duurzaam aan de stad verbinden en op die manier betekenisvol onderwijs creëren voor nu en voor later. De Radboud Universiteit heeft nu ook, gaat daar heel erg op investeren. Middels een kwartiermaker die ook mee gaat doen om dat community service learning veel meer op de kaart te zetten in Nijmegen. En ook daar hebben we een filmpje van hoe we het doen. Mijn naam is Kim Hoeks en ik werk bij de gemeente Nijmegen als adviseur strategie en externe relaties. Ik ben Isa en ik studeer pedagogische wetenschappen. Mijn naam is Linda Camola, ik ben wijkdocent in Nijmegen. Ik ben Timothy Stift, ik ben community builder voor Ieder Talent Telt. Het doel van de City Deal kennismaken in Nijmegen is dat we met en van elkaar leren met de stad eigenlijk als campus. En dat doen we enerzijds doordat we input krijgen van studenten op vraagstukken in de stad. En aan de andere kant wordt het onderwijs er ook leuker van, omdat docenten en studenten met echte praktijkcasussen aan de slag gaan. Binnen deze stage werk ik samen met verschillende studies, maar ook verschillende opleidingsniveaus. We zitten eigenlijk met PABO samen en met pedagogische wetenschappen, HBO pedagogiek en met onderwijsassistenten, MBO. Vooral is het leuk om na te denken over waar elkaars kwaliteiten liggen en die ook proberen te benutten en in te zetten. Wat je hier kan doen, is studenten de mogelijkheid bieden om kennis te maken met elkaar, zodat ze, stel, er wil iemand doorstuderen, dat ze al weten wat voor een soort beroepen er passen bij een andere studie en hoe je daar terecht zou kunnen komen. Maar daarnaast ook dat je elkaar makkelijker weet te vinden later in het werkveld. Want het zijn toch beroepen die in dezelfde sector actief zijn. Maar op deze manier maak je al vroegtijdig kennis met elkaar en weet je elkaar daardoor hopelijk later goed te vinden. Voor de duurzaamheid van de projecten is van belang dat de opleidingen die nu daarbij betrokken zijn, zo best mogelijk op elkaar afgestemd zijn. En daarmee bedoel ik dat studenten bijvoorbeeld dezelfde praktijkdag hebben om daadwerkelijk interprofessioneel te kunnen samenwerken. Het is niet handig en eigenlijk ook niet mogelijk om samen te werken als je niet daadwerkelijk fysiek op de locatie aanwezig bent. Als leuk extraatje zie ik ook wel dat we op die manier ook studenten veel meer laten zien van wat eigenlijk de stad te bieden heeft en wat de inwoners te bieden hebben en wat de gemeente allemaal doet. Nou, wat belangrijk is bij dit project is dat de vraag echt vanuit de wijk komt en in dit geval specifiek vanuit de scholen. Die vragen die zijn leidend eigenlijk waar de studenten aan werken. Dus het heeft ook echt direct een impact. Ze werken echt voor een opdrachtgever, kunnen dat dan koppelen aan iets waar ze binnen hun opleiding mee bezig zijn. Is het stage of vrijwilligerswerk of een vak? Vrije uren bijvoorbeeld. Om projecten in de wijk te verduurzamen is het essentieel belang dat de partners in de wijk actief betrokken zijn. Ik denk daarmee leiden we ook betere professionals op die dan later ook wel aan de slag kunnen gaan in zo'n complexe werkelijkheid. Een deel al doen, is dat we in de regio, dus dat we ons ook druk maken over het human capital vraagstuk. Dus hoe houden we die jonge professionals
daadwerkelijk betrokken of maken we ze betrokken bij de vraagstukken die leven in de regio. En wat je hier ziet is een kaartje van Arnhem en Nijmegen waar de labs en werkplaatsen zoals wij die nu hebben vanuit de hogeschool gesitueerd zijn. En zoals uit de filmpjes ook bleek is het aanwezig zijn op die plekken met die studenten van die verschillende kennisinstellingen heel belangrijk. Omdat je dan in verbinding met de omgeving waar je zit de vraagstukken kan oplossen. En laten we daarin bescheiden zijn. Hè. We kunnen de hele vraagstukken niet oplossen. Als het gaat over de duurzaamheid, als het gaat over eenzaamheid, moeten we ook bescheiden zijn. Maar door niks te doen gebeurt er helemaal niks. Dus door die professionals op te leiden met en van elkaar, met de vraagstukken die ertoe doen, en te zorgen dat de kennis daaraan verbonden wordt en dat je op een andere manier omgaat met die kennisverwerving, zodat die studenten in de praktijk kunnen leren wat er plaatsvindt als je met mensen in gesprek gaat en het verhaal hoort. Als je het verhaal hoort van iemand die laaggeletterd is, dan leer je op een andere manier. Dan leer je dus naast dat je je vakkennis als ergotherapeut, fysiotherapeut of voeding en diëtetiek, je leert je vakkennis. Maar daarnaast, als het echt over mensen gaat en je krijgt reacties van mensen en je hoort wat het met iemand doet, dan leer je ook een hele persoonlijke ontwikkeling. En die heb je ook nodig om straks te kijken naar die vraagstukken van morgen. Ik zie dat wij nog een 2,5 minuut ongeveer hebben. Zijn er nog vragen die gesteld moeten worden of die in de chat aan de orde zijn gekomen, Michelle, die we nog kunnen benoemen? Uit de chat nog niet. Nou, dat is geen. Heb jij een laatste? Dit is gewoon even een improvisatievraag. Wat zou nou je wens zijn voor alle partijen? Nou ja, mijn wens zou zijn dat we, als het gaat over de stedelijke vraagstukken, dat die olifantenpaadjes waarin ik het over had, dat geen olifantenpaadjes meer zijn, maar dat snelwegen zijn geworden. En dat we elkaar heel makkelijk weten te vinden op die grotere vraagstukken. Dus dat we de kennisinstellingen, dat het normaal wordt dat een mbo'er, een hbo'er en een wo'er samenwerken aan een vraagstuk. Als bijvoorbeeld eenzaamheid, laaggeletterdheid of duurzaamheidsvraagstukken. Of alle andere grote vraagstukken waar we voor staan, en dat zijn er nogal wat. Dus dat we met elkaar een infrastructuur in de stad creëren waarin leren de gemene deler is. Dus dat we met elkaar leren om de kennis en kunde te delen. Dat is eigenlijk wat ik zou willen. Dus dat we daarin een gemeen goed hebben en zeggen van hé, we weten de antwoorden niet, maar we gaan het wel met elkaar aan. En vanuit dat perspectief zorgen dat we de wereld een beetje mooier wordt. Nou, we hebben nog 1 minuut. Ik krijg toch nog 2 vragen. Een rapid fire round. Gerben die vraagt, hoe krijg je de studenten van verschillende opleidingen bij elkaar? Zorgen dat je het mogelijk maakt. En dat is niet makkelijk, dat is een goede vraag, Gerben. Maar bijvoorbeeld de een zal het vanuit de stage doen, de andere vanuit een praktijkervaring. Maar je moet ze echt fysiek bij elkaar zetten en het leren moet je faciliteren. Dus het is niet per se makkelijk, want als je dat niet faciliteert, dan gaat iedereen op zijn telefoon zetten. Maar doordat je betekenisvol met studenten in die leerstand zet en in doestand, kun je een bijdrage leveren. Was er nog een vraag? Is zo'n project in Gouda ook mogelijk? Absoluut. City Deal kennismaken is niet in Gouda, maar het zeker, dat is zeker mogelijk. En ga praten met de mensen, met de kennisinstellingen en zorg dat je ergens een fysieke plek gaat krijgen. En ik zie dat we door de tijd heen zijn. Dus hartelijk dank voor uw aandacht. Mijn naam is Mirjam Jager. Ik ben ook te vinden op LinkedIn, mocht je toch nog wat vragen hierover hebben. En succes met heel veel kennis maken.